update. Ik wil jullie heel even graag iets vertellen voordat ik dit straks ga vergeten of opeens dat er niks meer is. Namelijk, ik heb nog ruim 2,5 week vakantie. Daarna gaat voor mij ook de schoolperiode weer beginnen. En zoals sommigen van jullie weten gaat in de eerste schoolperiode van mij stage plaatsvinden. Mijn stage zal plaatsvinden in Hellevoetsluis. Op een hele gezellige instelling. Het is heel mooi daar. Maar die tijden zijn van 6:30. Tenminste, 7:00. Tot 3:00. Wat betekent dat ik er de hele dag rondloop. Aan het werk ben. En dat ik geen tijd heb om te vloggen. Natuurlijk is het niet dat ik per direct ga stoppen met YouTube. Maar sowieso wil ik de eerste maand afstand doen van YouTube. Omdat ik me totaal wil storten op mijn stage. Ik heb namelijk van maandag tot met vrijdag heb ik stage. Waarop de dinsdag dat ik naar school moet. Waarschijnlijk van 8:30 tot 6:00 of zo. Want alle lessen moeten in die dag gevormd worden. Maar dat gaat dus betekenen dat ik de komende 10 weken, want de stage is van 28 augustus tot en met 11 november, dat ik een hele drukke periode ga krijgen. Ik weet niet hoe het gaat lopen. Dit zal mijn eerste stage zijn überhaupt in de zorg. Ik heb wel eens werk gehad in de zorg, maar nooit stages. Dus ik ga nu eigenlijk gewoon alle fijne knijpjes van het vak leren. En ja, dat zal dus betekenen dat ik afstand ga doen van YouTube. Ik zal proberen om af en toe eens een update te plaatsen via mijn mobiel. Wat dus ook betekent dat er geen intro is, geen outro is. Alleen een zo'n clip als dit. Maar ik wilde dit wel even aan jullie kwijt. Ik heb natuurlijk geen mega YouTube account. Maar er zijn wel mensen die mijn video's kijken. Dus ik wil wel dat jullie dit weten. Ik ga het wel missen. Ik heb natuurlijk toen ook 2 weken afstand gedaan van YouTube. En dat vond ik al vreselijk. Ik zal natuurlijk wel heel veel op social media zijn die dagen. Vooral 's avonds. Dus volg dan ook zeker mijn Snapchat, Instagram, Twitter. Volg het allemaal. Het staat allemaal beneden in de beschrijving. Doe dat zeker. Ben je nieuw op mijn kanaal? Zou ik het ook super leuk vinden als je abonneert. Want na deze 10 weken ga ik natuurlijk weer knallen met de YouTube video's. Maar ja, het moet even zo. Ik kan er niks anders aan doen. Ik heb er lang over nagedacht om misschien een alternatief te vinden. Om het toch te blijven doen. Maar dat gaat gewoon niet werken. Ik heb zo mijn concentratie nodig bij mijn school en stage in die weken. Dat YouTube erbij, denk ik, misschien wel fout kan gaan. Ik weet het natuurlijk niet als ik het niet probeer. Maar het is wel iets dat ik toch liever zeg. Het is als hobby, dus even afstand ervan. En ik wil even me concentreren op school. Dat is natuurlijk totaal begrijpelijk. Ik hoop dat jullie het ook begrijpen. En ja, daar niet boos over zijn of teleurgesteld. Natuurlijk vind ik het ook wel heel erg jammer. Ik ben heel stiekem ook wel boos over dat het zo moet. Maar het is wel de enige optie. Natuurlijk zal ik in deze komende 2,5 week is het nu nog een aantal YouTube video's plaatsen. Mijn verjaardag komt er natuurlijk ook nog aan. En ja, ik heb er gewoon heel erg veel zin in. Dat wel. Het is niet dat ik geen zin heb in die stage. Ik heb er heel erg veel zin in zelfs. Dus ja, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze update. Doe natuurlijk wel het blauwe duimpje omhoog voor mij. Als je het ook zielig vindt, maar toch ook weer heel leuk voor me vindt. En ja, abonneer op mijn kanaal ook zeker. Doe dat ook echt, want ik wil jullie wel gewoon op mijn kanaal houden. En na die 10 weken kunnen knallen met allemaal leuke video's. Ik ga wel proberen om af en toe elke week of om de 2 weken nog een extra video te uploaden. Ik heb natuurlijk wel het weekend, maar waarschijnlijk moet ik daar ook nog in het weekend stageopdrachten of schoolopdrachten in doen. Dus het gaan gewoon een hele drukke 10 weken worden. Maar goed, het moet zo. Het is eenmaal zo. Ik hoop dat jullie het begrijpen. Ik bedank voor jullie het kijken. En ja, ik zie jullie heel erg snel weer. Doeg!